Eerste afhaler van de mol, hoe voelt dat nu? Vrij kut, ja. zeker om nog eens opnieuw te zien, de beelden. Het was echt uh, tof om die eerste aflevering aan te zien. Je weet, je zit erin, uh, je weet uh, in je hoofd wel hoe dat gaat verlopen, maar ja, je weet ook dat ik als eerste dat het scherm ga krijgen. Maar toch nog eens emotioneel om dat beeld nog eens te zien. Uh, jammer genoeg, ja. ik heb dat uh, liever anders gezien. Wat vond je van jezelf op het scherm? De, ja, ik twijfel 100% mijn eigen. Eh, hoe dat ik in het dagelijks leven ook ben. Dus echt eh, spontaan en recht, recht, eh, rechtuit. Dus eh, grappig om het zoiets eh, ja, op beeld te zien. Nog nooit ervoor gezien. Waar is het fout gelopen? Bij de, ja, de eerste vraagronde, natuurlijk. Eh, Iets te veel op ene persoon gezet. En jammer genoeg niet genoeg uh, gespreid op de andere kandidaten. Ja. Geen spijt dat je. Voor die vrijstelling gegaan bent? Achteraf gezien, nee. Ik vind, ik vind een heel schoon aflevering. Het is echt hoe dat was. Uh, ja, nee. Ik zie, die vrijstelling die kon echt gestolen worden. Dus uh, ik had er geen behoefte aan. Was, je had veel dagen langer kunnen blijven. Waarschijnlijk wel. Of, wie weet lag ik na aflevering 2. Dus voor mij, dat nu is, uh, in schoonheid afgesloten. En. Uh, ja, jammer. Ik zeg, dat het langer mogen duren. Maar het is waar het is. Uh, en die vrijstelling. Nee, Ik ben blij dat ik zo gewoon positief uh, er ben uitgegaan. Wat was voor jou het meest verrassende element in jouw deelname? Uh, in het verhaal, ja. Uh, verrassend. Ik vond het grappig dat Christian meedeed. Hij zegt. Die blinddoeken Dat naar jezelf. Gewoon een fun factor vond ik dat erin. Dat was echt leuk. Ja. Wat vond je het meest trieste moment? Jouw afscheid veronderstel ik dan? Uh, vooral ja, Het afscheid, eigenlijk het trieste moment vond ik dat je trots is en je zit direct weg. Je kunt niet nog even afscheid nemen. Of, en dat, okay, je weet dat op voorhand, maar toch, dat, dat is echt jammer. Omdat het klinkt zo goed met iedereen. Je hoort even iemand, je weet dat het moeilijk maar toch nog een knuffelje en zeggen allee, tot binnenkort of tot snel. En je wordt gewoon op weg en dat is jammer dat je zo geen, geen afscheid kunt nemen. Dat was als je in de wagen zat, had je dan zo even de hoop van ja, er komt nog een vervolg? Ergens hoopte hij nog, maar je weet ook, of je de klik van het is gedaan. En je nog, ergens in een sprenkel hoop heb van wie weet? Ja, nee, dan zit het toch nog zo? Ja, terwijl je zo'n zo heb bekend. Heb jij vandaag op het scherm de Mol gezien, denk je? In actie. Hij was uh, zo ongetwijfeld op het scherm, maar. Wie dat was, kan ik, ik zeggen nou uh, geen vinger op leggen wie dat zou kunnen zijn. Nee. Denk jij dat de mol al toegeslagen heeft? Ik gelijk dat ik in Effling zeg ik. Ik denk het niet. Er is, uh, het spel start in, in de min. Ik denk niet dat je al veel moet doen om, het, uh, ja, om, om, om te mollen. Dus, ja. maar misschien was die man van de 10.200 euro wel de mol. Het zou kunnen, het zou kunnen maar uh, ja. Ik kan het voorlopig nog niet weten, jammer genoeg. Hoe ga jij de volgende weken kijken? Ja, met spanning, gelijk iedereen anders. Zeker omdat ik weet, ja, je, je hebt een klik al met de mensen. Dus het is, het is fun om iedereen altijd dat stapje verder tot het einde te zien komen. En ja, voor mij even spannend als voor de rest, denk ik. Om uh, ja, de onthulling op termijn te zien en uh, zien wie er effectief de mol was of is. Uh. Julie, jij bent horeca-uitbater, dacht ik. Uh, hoe moeilijk was het om de afgelopen maanden te moeten zwijgen? Ik ben teruggekomen en probeer echt gewoon direct te vergeten. Uiteindelijk was ik ook niet heel lang weg, dus ik ben ook ja, nog wel een tijd off the radar gebleven, natuurlijk. En dan ik je aan begin te werken, het werk gaat direct verder. Het is, uh, je probeert dat echt te vergeten en nu, pas de laatste week of eh, de laatste week dat het echt bekend is, gemaakt. Begin het allemaal terug wat op te borrelen. Nu zeker na de, na de eerste aflevering zie ik terug. Oh, dan, die herinnering komt dan naar boven. Maar zeker als eerste dref probeer je dat allemaal. Ik zou niet zeggen te vergeten, maar je probeert dat toch echt even weg te steken en er niet meer over na te denken, omdat je, je het, na de aflevering al zoveel emoties. Uh, uh, ja, dat wilde echt niet. Je probeer dat gewoon stil te ja. je hebt zoveel euforie, maar je kunt dat mee niet meer Ja, maar genoeg. Hè. Wordt er vanavond in een van jouw zaken een vat gegeven? Nee, ik wist dat eigenlijk niet. Uh, nee. en wij zijn sowieso gesloten op zondag, dus uh, <laughs> ik dat iedereen in een uh, intieme kring thuis of onder vrienden gaat zien. Uh, ja, vol spanning, uh, want iedereen denkt natuurlijk dat ik er lang in ben gezeten. Uh, maar ja, het zal een teleurstelling zijn, jammer genoeg.